Eeuwenlang werd Europa geregeerd door vorstenhuizen. De monarchie was overal aanwezig. In enkele landen is dat nu nog steeds het geval, waaronder Nederland. Kritiek op de monarchie is van alle tijden. Wat voor rol moet onze koning hebben? Een puur ceremoniële of deel uitmakend van de regering? Leden van de Staten-Generaal. Of moeten wij misschien voorkeur geven aan de Republiek? Unserer gesamten Arbeit und die beginnt 2011 zu wirken. Au bord de l'effondrement, je ne vous ai jamais dissimulé la vérité. Monarchie of Republiek? Overwegingen bij een passende staatsvorm anno 2012. Een lezing van Maria van Herk. 21 februari 2012.